Het besluit om 5 leerkrachten van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs, RKBO, te ontslaan, is teruggedraaid door de directie van dit instituut. De onderwijsgevenden waren voorgedragen voor ontslag, omdat ze voor langere perioden ziek zijn. Bernice Terbeek, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, zegt dat deze leerkrachten wel naar school gaan. Ze benadrukt dat de onderwijzers niet arbeidsongeschikt zijn. Echter kunnen ze zich vanwege hun ziekte niet volledig inzetten. Terbeek vond het daarom ongepast dat het RKBO ontslag had aangevraagd voor deze onderwijsgevenden. Dus ze kunnen niet meer als leerkracht voor de klas staan, maar ze kunnen wel helpen waar nodig. En ik vond het nodig om even daarna te gaan kijken van kijk, als iemand zijn krachten, zijn of haar krachten, jaren gegeven heeft aan die organisatie, dan kan je als werkgever ook gaan kijken van wat kan ik terug doen voor zo iemand. En op die punten hebben we eigenlijk zijn we in principe gebleven. En de werkgever zegt oké, we gaan nog eens daarnaar kijken en dan krijgt hij antwoord van ons en binnen 2 dagen hadden we het. Terbeek zegt verder dat ze nog bezig is met een grondig onderzoek naar deze kwestie. Hoewel het een ingewikkelde kwestie betreft, vindt de bondsvoorzitter dat de leiding van het RKBO wel meewerkt aan een structurele oplossing. Als je aangeeft van we zijn partners en goed partnerschap, ga je overleg met elkaar plegen. En daar gaan we voor. We moeten tot een besluit komen, het is in het belang van de leerkrachten. Dus we moeten tot een besluit komen. Ik wil niet hebben dat we als tegenpolen tegenover elkaar staan. Als er iets is, 2 partners, dan gaan we over dingen praten. En dan moet er een oplossing daaruit komen. En dat was KOB-voorzitter Bernice Terbeek over het ontslag dat het RKBO had aangevraagd voor 5 leerkrachten. Het besluit is intussen teruggedraaid.